review vrienden, hoe is het daar? Gaat het goed? Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons een beetje opgestuurd? Laten we even kijken. Ach, zet even moren uit een bakkie. Ik ben een grootse theeliefhebber. Ik maak het thuis zelf ook. Maar dan maak ik lekker mijn eigen pindasausje. En dan maak ik lekker mijn eigen vleesjes. Lekker marineren. En het kan van alles zijn. Kip, varkenshaas, maakt niet uit. Maar ik weet wel dat dit soort bakjes niet per definitie super lekker zijn. Goed. Kipsaté. Varkensaté. Wat is dit dan? Ach, helemaal veggie-saté. Het houdt niet op, hè. Alles moet maar veggie. Kunnen die veggie gasten nou nooit iets zelf iets verzinnen? Kipsaté en de varkensaté en de saté sowieso is van ons, vleeseters. Verzin eens wat zelf, joh. Nondersnokken. Enfin, aangezien Jantje geen magnetron heeft, want ik maak altijd alles lekker vers. Heel onhandig dus. Gooi ik het maar weer in een pannetje. Dat zou. Nou, ze zijn warm. Ik overweeg om een microwave te kopen. Want ze moesten 24 minuten in een pannetje heet water. 24 minuten. Tegen die tijd heb ik niet eens meer honger, man. Maar goed, het is zover. Ze zijn warm. De varken, kip en de veggie. Nou, het zal mij benieuwen. Wat jullie? Wat duurde dat lang? Dit is het varken. Dit is de kip. En dit is de veggie. We kunnen wel stellen dat het lijkt op een maag-darmonderzoek. Het ziet er allemaal verschrikkelijk uit. Alleen die veggie, die is dus lichtbruin. En de kip en het varken, die zijn wat donkerder bruin. Maar goed, laten we niet zo flauw doen. Laten we een beetje roeren. Zodat het er even iets beter uitziet dan dit. Want het is echt niet om aan te gluren. Auw! Zo. Van Mora varkensaté. Hoe kwam die? Nou. Het pindasausje is best lekker. Beetje pittig. Mag ik wel. Het stukje varken is eigenlijk niet meer te herkennen als varken. Het is zo zacht dat het in je mond uit elkaar valt. En door de pindasaus. Ja, krijg je de smaak van de pindasaus. Maar je hebt niet in de gaten dat het varken is. Eens kijken hoe het met de kip zit. Met de kipsaté. Kan die? Dat is wel grappig, zeg. Waar het varken helemaal zacht is, is de kip juist wel weer taai. Het lijkt wel een stuk kauwgom, zeg. Er zit zoveel vering in dat ding dat je gebit helemaal zo gaat. Au, 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 au. Smaakt trouwens ook helemaal niet naar kip. En het varken, dat niet naar varken smaakt, is qua vleesstructuur gezelliger dan de kip. Varken gehad, kip gehad en nu de veggie. Ze maken tegenwoordig overal veggieproduct van, dus ook van saté. Maar laat ik even eerlijk zijn, die kip smaakt niet naar kip, dat varken smaakt niet naar varken. Dus als dit naar niks smaakt, is het toch eigenlijk precies hetzelfde. Het is wel echt heel erg geen vlees. Het heeft geen vleesstructuur. Er gaat dus iets unieks gebeuren bij Jans Reviews. Iets wat niemand zag aankomen. De varkensaté van Mora. Na 24 minuten op Bemmering. Is niet taai. Maar smaakt nergens naar. De kipsaté van Mora. Is wel taai. Smaakt niet naar kip. Hier overheerst de pindasaus. Daar overheerst de pindasaus. De veggie saté. Koud en eet veel lekkerder dan die twee. En ja. Ik weet niet waar je op zit te kauwen.
smaakt ook alleen maar naar pindasaus. Maar dat doet de kip en de varken ook. En nu ben ik in helemaal niets vegetariër. Maar als je hetzelfde kan bereiken zonder een dier door zijn kaars heen te schieten, waarom zou je dat niet doen? Als ik van deze drie eentje mocht bestellen in de supermarkt om op te eten, had ik de kip genomen. De kip is het minst lekkere. Als ik er eentje niet had genomen, was het de vetsie. Want daar heb ik namelijk een beetje een hekel aan. Is wel de lekkerste dus nu. Mora varkensaté in een bakje. Krijg van mij een 5. De vleesstructuur is weg. De vleessmaak is weg. Je proeft alleen maar saus. Zo maak je een trol lekker met een schepse thee saus. Prima. Maar het vlees is niet echt dat je denkt, nou. Kipsaté van Mora. Krijgt een 4. Kip is hard. Taai. Smaakt nergens naar. De winnaar. Is de Mora Veggie Saté. Ik weet ook niet wat er met me aan de hand is. Maar deze is gewoon lekkerder. Natuurlijk. Smaakt alleen maar naar pindasaus. Alleen koud lekkerder weg. Dan die taaie kip. En die niet zeggende Porky de Pik. Dus de Veggie Mora Saté. Ik heb voor mij een 7. Ja, ik weet ook niet wat er aan de hand is, mensen. Het is gewoon lekkerder. Ja, het spijt me. Ik weet ook niet helemaal wat ik met mezelf aan moet. Ik vind opeens een vegetarisch product lekkerder dan een vleesproduct. Ik weet ook niet hoe het zit, maar het is wel zo.